med de dames en heren. Het is donderdag 5 mei 2016. Welkom bij Nieuws 1. Hedenochtend heeft de Nationale Assemblée een buitengewone openbare vergadering gehouden in verband met 150 jaar volksvertegenwoordiging in Suriname. Minister Robert Peneu van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft afgelopen woensdag een commissie geïnstalleerd. Deze commissie heeft als taak de voorbereiding van de uitvoering van het herwaarderingsprogramma van de onderwijsgevenden in Suriname en heeft als voorzitter Erik Banel. Hij zal dus verantwoording afleggen aan de president van Suriname, de heer Desiree Bouterse. Adviseur Eddy Joosefsson benadrukt dat het gaat om een herwaardering en niet om een loonstructuur. Aanvankelijk leek het alsof het om een loonronde gaat, maar het is ons beiden gelukt om te zeggen nee. Het gaat om een totaal pakket waarin uiteraard het loon een heel belangrijke rol speelt. En ik wil het inderdaad ook aan deze commissie meegeven dat niet het loon, loonsverhoging, het uitgangspunt is, maar juist die voorwaarden waardoor de leerkracht die positie kan verwerven die hij moet verwerven in de samenleving. En daarvan is loon het sluitstuk. Er zijn 86 verschillende diploma's in ons onderwijs. Schrikt u niet. 86. Dat is bijna chaotisch. We hebben met elkaar gezegd, laten we in het kader van die herwaardering die 86 functies opheffen. In één keer. En laten ze herleiden tot 4 niveaus van diploma's. Een eerste graads diploma, een tweede graads diploma, een derde graads diploma, mogelijk nog een vierde graads, waaraan je de naam zou kunnen plakken, onderwijsassistent. Wat nu in de wereld booming is. We hebben lang over gepraat, we zijn daar overeengekomen en we zijn gaan kijken hoe we dat zullen doen. En het is inderdaad gelukt om een hele hoop functies inderdaad terug te brengen tot die 3-4 niveaus. Bedrijven en organisaties gaan zich bundelen om te voorkomen dat ze tegen elkaar worden uitgespeeld. Er zal dus ook een brief worden gericht aan de president van Suriname, de heer Desiree Bouterse, om te vragen om hen te ontvangen, om onder andere de wijziging van de stroomtarieven, de verhoging daarvan, en de samenwerking met het IMF bespreekbaar te maken. De Centrale Bank van Zimbabwe heeft gisteren maatregelen aangekondigd om de Amerikaanse dollar, de belangrijkste munt in het land, in de economie te behouden, nu de liquiditeitscrisis nog meer gestalte aanneemt. De maatregelen omvatten het beperken van geldopname, het omzetten van zakelijke inkomsten uit de export, de toewijzing in prioriteitsvolgorde en de invoering van waardepapieren gelijk aan de waarde van de US dollar. John Manguja, gouverneur van de Centrale Bank van Zimbabwe, zei op een persconferentie dat vanaf vandaag individuen een beperkt bedrag het land mogen uitvoeren tot een maximum van $1000 of €1000 in contanten. Ook is er een limiet gesteld op de dagelijkse geldopname en wel tot $1000. Vanwege een schuld van meer dan $7 miljard heeft Zimbabwe plannen om $1.8 miljard in achterstallige betalingen aan het IMF, de Wereldbank en de Afrikaanse Ontwikkelingsbank dit jaar te vereffenen om nieuwe financiering van de multilaterale instellingen los te krijgen. Presidentskandidaat John Kasich heeft gisteravond bevestigd dat hij uit de race stapt voor het Amerikaanse presidentschap. Kasich was buiten Donald Trump nog de enige andere republikeinse kandidaat die overbleef na de bekendmaking van Ted Cruz om uit de race voor het presidentschap te stappen, maar hij lag eigenlijk te ver achter om nog een serieuze bedreiging te vormen voor de zakenman. De governor van Ohio beloofde dinsdag nog om in de race te blijven. Vorige maand kondigden Cruz en Kasich nog een gezamenlijke strategie aan waarmee ze hoopten Trump te kunnen tegenhouden in de voorverkiezingen. Het plan van de twee was dat in sommige staten waar de andere betere papieren heeft om te winnen,
of meer gedelegeerden kan binnenhalen, de kandidaat die het slechter in de peiling doet, geen campagne zou voeren. Cruz maakte gisteren bekend uit de race stappen toen Trump de Republikeinse voorverkiezing in de Amerikaanse staat Indiana had gewonnen. De Peruaanse politie opende het vuur op een Boliviaans vliegtuig dat verdacht wordt van het vervoeren van drugs. Er ontstond een 3 uur durend voorgevecht met de verdachte nadat het vliegtuig was neergestort. Een van de verdachten zag kans te ontsnappen. De piloot werd neergeschoten en raakte gewond. De autoriteiten namen 70 kilo cocaïne dat in het vliegtuig werd aangetroffen in beslag. Volgens hen hebben de verdachten kans gezien om minstens 200 kilo te verbergen tijdens het vuurgevecht. Volgens de Verenigde Naties is Peru de op één na grootste cocaïneleverancier in de wereld. We zijn hiermee gekomen aan het eind van deze Nieuws 1-uitzending. Bedankt voor uw aandacht en tot morgen.